Ja, en er was gisteren opnieuw een boerenprotest. Ik kan me voorstellen dat dat veel mensen ontgaan is, want het grote nieuws was natuurlijk toch dat het kabinet die versoepelingen voor de kerstdagen overweegt. En dat brengt ons allemaal in een morele spagaat, want aan de ene kant wil je meehelpen om dat virus eronder te krijgen. Aan de andere kant wil je het ook weer niet zo goed doen dat je straks alsnog met de hele familie aan het kerstdiner moet zitten. Het zou toch zuur zijn dat we zoveel leuke dingen hebben moeten missen de afgelopen maanden en dan precies als die lockdown wel een keer goed uitkomt, is hij niet meer nodig. Daar heb je dan al die feestjes voor opgeofferd, concerten voor gemist, je bedrijf voor failliet zien gaan en maandenlang met een mondkapje voorgelopen om te kunnen aanhoren hoe tante Joke over Joe Biden denkt en de foute coronamoppen van ome Gerard aan te moeten horen. Het is een zwaar dilemma waar Mark Rutte ons mee opgezadeld heeft. Maar intussen reden er dus ook gewoon trekkers langs het Koninklijk Paleis, want de boeren zijn nog steeds boos en dat wilden ze ook graag aan de koning laten weten. Die kwam helaas niet naar buiten, want ten eerste zijn demonstraties bij het paleis verboden en ten tweede heeft hij natuurlijk nog huisarrest vanwege zijn herfstvakantie. Maar de boodschap was duidelijk. Ze zijn het nog steeds niet eens met de stikstofplannen van Carola Schouten. En dat was nieuws voor mij, dat Carola Schouten stikstofplannen heeft. Het laatste dat ik hoorde was dat het aangepaste veevoer niet doorging en sindsdien heb ik weinig concreets voorbij horen komen. Maar ik zag gisteren ook een trotse minister van Nieuwenhuizen aankondigen dat de A27 bij Utrecht verbreed wordt, dus blijkbaar zijn er wel degelijk stikstofplannen die dat mogelijk maken. En over die stikstofplannen zijn de boeren dus boos, waardoor straks de situatie kan ontstaan dat er boerenprotesten zijn op de extra brede A27... die er zo geschikt voor is dankzij de maatregelen waar de boeren dan weer tegen protesteren. We zitten in een vicieuze cirkel, realiseerde ik me. Als we op deze manier rondjes blijven rijden, wordt dit probleem nooit opgelost. Iemand moet deze uitzichtloze spiraal doorbreken. En als wij met z'n allen corona kunnen verslaan, moet het toch ook lukken om die stikstof rond te krijgen. Wat kunnen we doen om de boeren te helpen, dacht ik. Hoe kunnen we ze bevrijden van de inderdaad steeds oplopende regeldruk en het zwalkende beleid waar ze zo gek van worden. Iets concreets, iets dat elke Nederlander kan doen. Een list waarmee we al die stomme regeltjes overbodig maken. En hoe langer ik erover nadacht, hoe duidelijker het me werd. Als we de boeren echt willen helpen, zouden we bijvoorbeeld kunnen stoppen met vlees eten. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want vegetariërs en boeren worden altijd neergezet als tegenpolen. Ik heb Henk Bleker het woord veganist ooit met meer afschuw horen uitspreken dan ik hem ooit over racisten heb gehoord. Planteneters zijn de vijand. Al zou ik daar ook mee oppassen als ik Henk Bleker was, want een strijd met veganisten ga je altijd verliezen. Ze eten tofu, dus ze hebben hoe dan ook 100 keer meer doorzettingsvermogen dan jij. Maar boeren houden van koeien. En koeien zijn ook planteneters. Dus hoe meer wij op ze gaan lijken, hoe groter de kans dat boeren en burgers elkaar weer leuk gaan vinden. Bovendien bevrijden we de boeren in één klap van heel veel stress. Minder vlees betekent minder dieren, dat betekent minder mest, dat betekent minder strijd om grond waarop je die mest weer kwijt kan, dat betekent minder noodzaak tot uitbreiden, dat betekent minder megastallen, dat betekent minder kans op virusuitbraken, dat betekent ook minder veevoer, dat betekent weer minder akkers vol mais, dat betekent meer mogelijkheden tot variatie, dat betekent meer biodiversiteit en dat betekent meer natuurlijke vijanden voor plaagdieren. Dat betekent minder gifspuiten. Dat betekent minder afhankelijkheid van Bayer Monsanto. Dat betekent zelf kiezen welke zaadjes je gebruikt. Dat betekent meer vrijheid. Dat betekent blijere boeren. Dat betekent minder protesten. Dat betekent minder CO2-uitstoot van fielrijdende trekkers. Dat betekent minder stikstof. En dat betekent uiteindelijk minder regeltjes. Het is natuurlijk maar een suggestie. We zouden er ook voor kunnen kiezen een systeem dat eigenlijk niet meer werkt in stand te houden en de boeren en de natuur daar de prijs voor te laten betalen. Maar wat mij betreft is dit de moeite van het proberen waard. Bevrijd de boeren, eet plantaardig. En dan kan Carola Schouten ook ophouden met het maken van stikstofplannen waar niemand tevreden over is. Ze kan deze crisis nog voor de kerst oplossen met iets veel simpelers dan een wetsvoorstel. Tofu-recepten. Lekkere tofu-recepten voor maximaal 6 personen. Maar misschien kan zij Mark Rutte nog overtuigen om het toch gewoon bij 2 te houden deze kerst. Dat is ook net wat makkelijker koken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.